bij deze revue. Bijzonder welkom voor de genodigden. Onder andere de schrijver van de revue 1985, de heer Talsma uit Arem. En het college van burgemeester en wethouders. Deze revue, dat is het 10e evenement dat deze week al gedraaid wordt. We hebben er al 9 gehad en dit is de 10e. En het is niet zomaar een revue. Een revue, een eigen productie gemaakt. En de revue die heet 40-1945. Deze week die staat in het teken van 50 jaar vrijheid. En die staat in het teken van het denken, het feest van bevrijden en dit doorgeven aan de volgende generatie. Omdat zo'n oorlog nooit weer zal gebeuren. Al deze elementen zitten in deze revue. We herdenken, we geven het door. Paken vertelt het aan zijn kleinkinderen wat er allemaal is gebeurd. Alles zit in deze revue. Vreugde en verdriet. De basis van deze revue is dezelfde als die in 1985. Er zijn wat onderdelen aangepast. Er zijn wat veranderingen bij gebeurd. Er zijn een paar toegevoegd. En dat allemaal is gedaan door allemaal vrijwilligers. Die er een aantal maanden mee gebeuren. Druk zijn geweest. Ik zou u graag even willen attenderen op het schitterende decor. En dat is gemaakt door de timmerman Bert Stellingwerf en onze schilder, nou ja, ik kunt het rustig zeggen, kunstenaar, Watse Roda. Dames en heren, we starten met de revue 40-1945 en ik verzoek u dat we dat met z'n allen staande doen en we beginnen met het Friese volkslied. Thank you.
Och, heer, ja. Hoe? Zou er u van zijn? Ik weet het niet. Denk het maar. Hij zit te sliepen. Stil, kom maar. Ja, het doet voor je baken. Ja, ik ben. Nou, baken vindt het feest heel dan het slim. Nee, ik zie het je te tekenen in Tunisje voor het vieren verliezen. En doe ik in de slimval. Nou, dan weet ik wel wat baken dacht, hè? Nou, daar nou maar op drieën vanzelf. Dan hebben ze oorlog feest. 15 uit waar een raad kreeg. Ja, jongen, 15 hier is nogal wel in dat we vrede kregen in uw land. De oorlog weer eigenlijk voorbij. Je mag er lokker geen weet van aan. 50 hier. Wie de tijd naar de hut pakken? Nou, de hut. Maar het hier vol tegen rap, hè. Je kunt het naar Vlaanderen krijgen, jong, als de dag van Juster. Wat wien we blied dat de Duitsers uit Noorden, jong. En die Canadezen niet mag op gaan. Wien dat dezelfde die daar nooit meer zitten? Ja, deze hebben we niet bevrijd. Deze. Nou, ik wilde net op al aan jij, maar. Wat ben dat alle hier over de meesten? Ja, Franka. Maar doe dus die vinden nou jong kerels. Oh ja, ja, dat is het. Ja, ja, ik heb hij wel terug. Doe hier je graag jong spulsje moet verzelf. Ja, wat zou je dat tegen je pakken? Ja, nou doen ze toch net maar bemoeien. Stieve harten. Oh, 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 jongens. Dan moet je maar geen oorlog beginnen, hè. We zijn blij dat we er al zijn. Pagen het al die maken, hè? Ja, jongen. Ik die vier oorlog hier. Nou, dat maak ik jongens niet dat ze vertelt. Nee, maar dat wie ik net de mooiste tijd. En dan praat men er net makkelijk over. Maar dat je me er belang bij had. Hé, hey, ja, paken. Vertel eens man. Nou, waar moet ik nou maar beginnen? Nou, dat mag paken zelfs maar weten. Nou, je me kennen de leugenbollen wel nog. Zelfs wel. Ja, wij maken kennen leugenbollen net. Oh joh. Als ze maken we straks dat God van leugenbollen kroopt. Dat is niet meer licht in die tijd, in die leugenbollen, in die tijd. Dat waren de sterkste verhalen en de nijste moeten verteld. Over de branje en de zeediep spjaal. God dit? Dat moet me verreksen, joh. Sinds de kachel moet eraf hebben bij me. Ga je hem nog wat branden? Ik ben maar de laatste keer ontwaande. Ik mag het weer van de gemeente, jongen. Ze weet het van mij. Maar de burgemeester is zelf ook niet in de geld in de tank. Nou, dat moest me net op rekken niet. Dus je staat maar net in de geld. Nee. Nou, vandaag kom ik ook nog van het geld uit, jong. Hé? Hey? Ja, ja. Moest rustig. Even zijn, hè. Ja. Ik heb ook wel een prachtige mopje. Oh ja? Wist al het verschil. Tussen een Duitske wacht en al aan het engerepeel. Nou, als ik tijdens de CST's joh, net volle verschil, dacht ik. Moest je allebei de omwegen. Laat hem stil gaan in aan het engerepeel. Wat zo die water aan zijn schreeuwen gelopen. Juster maak ik even een keurke maar met hondje. En kwam ik twaalf van die molletje op een fiets. Een patrouille zeker. Dat zult wel. Zij vregen mij hoe vier als het naar Warken bier. Nou, dan wist hoe graag erover helpen mij. Ja, dat is algemeen bekend hier, ja. Nou, ik heb ze liggen voor ons, jongen. Krijgt ze lang dat ze toch dat ik hartstikke gek vind. Oh, dat vind je ze voordalig, ik moet zeggen. Nou, en toen had ze nog aan je fietsen liggen. En haar heeft er nooit af. Nou, een halve stunde. Liet de wieën van die hapelman bij me rondkomen, ja. Suffer, dat is dat witte kind. Waarom dat? Hij zei ze mij. Waarom hebben ze dat geluid niet gezaagd? Nou, ik zei het, ik moest eerst zien hoe snel je me fietsen niet. Hoe raar vind ik het? Maar hij combineert wat je vanzelf. Want dat zei ze toch? Zou je niet voor de eerste zitten, kind? Waarom dat? Ik hier dat beleefd. Dat is toch? Of niet soms? Jeetje, Jetsen komt er ik hoor, ik kom praatje verlegen. Jongen! Joe, Jetsen! Joe, Jetsen! Wat is dat wat me tegenlaat, hè? Welke tegelaar? Wat in Ede, mooi. Welke tegelaar? Ja. Van hier de burgerfabriek vanzelf. Nou, hè? Ja, wat in Ede, mooi. De Duitsers die gaan we oppakken van de fabriek, nou wel.
Hij wond ja. Ja, wist man. Dat kan niet verjet. Ja, wist man. De Duitsers die wel alle mensen van de fabriek naar Duitsland leven. Dat lijkt het maar sterk. Wanneer hier het dan? Daar ga ik net naar vregen. Oh. Het ben je oerval, Sandje. Het lijkt het meest vreemd, want ik ben vanmiddag tegen een asje inkomen hier op het Turmerk. Het liefste jongen dat ken uit, ze woont hem deur, maatje. Wat had hij dat verteld? Ik had die jaloers gehad. Zo is toch wat beter weten, hè? Mijn zwager die werken erom. Nou, en die had hij dat zo? Oh nee, daar had ik nog net mee praat. Dan heb ik het wel in de eerste gehoord. Nou, van die moffen zelf zeker? Nee jongen, daar praat ik gewoon van het mooi. Maar zat het nooit zo is, hè? Krijg je tegelijk geen turf meer van de fabriek als er geen mensen naar Duitsland willen. Dus, tegelijk turf uit de fabriek en de Duitsers werkleer uit de fabriek. Zo, hij weet dat ik zo'n beetje heb, ja. Ze mag je niet in over zelf. Die moffen die zou zichzelf wel ophellen, moeten ze zijn hebben, hè? Als er geen vrijwilligers binnen. Nou, vrijwilligers is er niet, een kort erbij. Dus dan wordt het een soort van ruilhandel. Het is gewoon, hoe heet ze ook, een ultimatum. Wat voor vrije mensen? De fabriek in turf. Nou, en dan wordt het hier weer een fabriek sluit. Als er geen braaien meer is. Nou, dan zoek ze je dan maar tegelijk maar op zit die pijl in de plekken bij. Ja, wees je, van die hier weer over, dan krijg je een pijl van Brugge. Net. Maar er is dan een geerkomst geweest. En daar had de directie toch zo'n man opgewezen. Van een jongs. Ik heb mijn klus. Ja, die moffen die aan goed in de scheer, hè? Nou, ik nooit uit. En dan leren we de fabriek dicht. En helft hier op trekken. Nee, jongen, het is in het belang van de fabriek. En dan maar ik in het belang van de echterbeleuwers. En, had Tegeler al een besluit nog? Nou, ik jij dat onder woorden Jetsen, Visser en Boa van der Molen er ik bij ben. Ja, binnen wij er al vrij fijn. Dus die, Zijn mannen er werkje in een fabriek van vleentuur onderdeel. Dus die zoiets moeten haar min en meer opofferen van de rest? Ja. Dan neem ik het petje voor haar. Dan voelt het wat een mooi mooitje, Jetsen. Nou. Zag haar het mij zeggen, ja. Ach, Jetsen, jongen. Dan moest wat nou eens alles net leeuwen. Het gaat meteen naar Mouwel en Hut in de Broer. Maar zo gek hoeft dat nou ik me niet. Maar mooi maar rustig. Wat? Heb je hem op? Heb die naam op van Hitler dan, Jet? Nee. Nou, Hitler zit me geurig en Goebbels... Oh, ja, maar doe je, doe je maar zitten. Ach, heren, kastjes. Denk een blok voor hem, wat voor die man. Doe die jongen, dan moest dadelijk thuis komen, want er zijn twee Duitsers bij hem. Hoe dat? Sjoerdje had me hier in de stuurt. Oh, dan moet hij voort dadelijk van hem, want Sjoerdje is als dit ding van jullie. Zuster, dan haast hij het uithelemaal, dat ze die mooi nemen zou. Ik zou het weten, joh. Neem mijn fiets maar, dan kerst het hudder. Dan ben je niet nooit, maar dan wordt het niet te laat. Ja, goeie Jetsen. Doe het op een meritro wat? Wat zullen ze van hem volgen? Ja. Ze zullen hem toch net mooi nemen. Wat denkt hij? Oh, ik zou het net weten, maar het is wel een voele antiverzelf. Oh, no. En dat wolder weet ik. Ja. Hij steekt de heren met die iepen en bleerde gek. Ja, dat kan ik keer langer niet meer leiden. Je kunt er op die woord denken. Van winter, hè? Had er ik een peterfieter gehoord. Ja? Hij stiert een visje door de haven, maar het vroegste waar. Komt er een patrouille om, die hem vregen naar het Sjerkstritten. Ja. Motter zijn, hè? Ja, als hier is, weet ik net. U kan u vragen, is dat dormen in een moeilijk? Wat zei je? Hij heeft Jerms in de moeder? Ja, ze zijn wel. Ja, ons bevreren ze zo, hè? Maar, hij had ze voorboer naar de kant gestuurd. Toen ze nog lang ziek. In het Sjerkstritten aankwam, wie er met een meisje met thuis. Nee, maar dat van die Wierms, dat weet al net zo wel. Ach, dat wist nooit van hem de waarje. Je moet wat van het aan de oer zei dan. Het is helemaal pruimtebak, wees dan. Ja, oh, daar is hem maar weer. Nou, doe wat weer maar. Ja, nou, je gelukkig, hè. Hey, ja. Ze wonen Rieke heel hard. Maar ik heb er vallen neer in de hoek. Oh. Alles wat er weer mag, ga ik zo. Maar als rustig hier, die mop, die vertel ik letterlijk. Ja, is goed, ja. Want ja. Ik moet nog even sport. Ja, ja. Draai liter, hè. Ja, ik zat er ook zien. Nou, dan ga ik even naar de vrouw daar. Is mooi die komt? Ja, ik ga mooi. Wienen die mensen door wie ze bang maken? Ja, maar ze waren niet bang maken, hè? Dat ze. Nou, we mochten net volop meer van de bezetter. Alleen maar voor haar werkje. Zo net, nou, dan werden we oppakt. En vast werd die thuis wezen. Ik heb wel gezegd dat ze mensen oppakken die niet alleen dienen. Die. En dan ben ik er nog wel weer omkomen, als vee jouw maken. Ja, zus. Een oorlogsbewerk. Maar hoe dat dan samen? Ja, in oorlogsdienst ging alles de kind vanken. Neem nou een eerdere Joegoslavië en Rwanda.
werd in Jellier Lien duizenden vermoord binnen. Door eigen volk. En dan zit je hier. Maar Rusland. Koerden in Turkije en Haiti. Uitmaatje en oorslachtje. En dat alles wat ik nu zag. Als men zo gelukkig wil. Ja, zeker niet slim, maar ze had in de laatste oorlogbaten, vind ik. De verhaal van Joet, maar ze gepielde het vleen in de ronde. Het is net bij de steer 100.000 meter van de honden te rijden. Paken die hier nooit net vol het eten, hoor. Nou, jullie maken me eten genoeg, hè. Maar in de steden middels, in heel Holland, wordt het letter tegenkrap. Maken we wel aardig duidelijk. Aan de ene kant boeren, en aan de andere kant de IJsselmar maar zijn vis. En dan weer een protte vis. En bij de boeren waren malken helder om boete te maken. Oh ja, zelfs boete maken. Had Paken dat ik wel niet? Ja, dat weet ik. Oh. Malken in een fles en namens schootje had men zo. Ja, jongen, we hingen vaak wel wat schootje moest. Dus het weer net mooi werk? Om de delen, net het weer rotwerk. Net één dier graag. Zo, zo dienen we dan. En dan zong ik er altijd een vest bij. Boeter, breien en grieën het ziens. Precies, wat dat net zei, is geen oprechte vrees. Waarom die beste schootje, wat helpt ze weer de pier? De kinderen als van zes, en je nog de boot plezier. En uit het was die ver, in die voet, dus ik dan maar. Wij schootje de boeter, boeter is zo goed, zo goed. Wij schootje de boeter, boeter is zo goed. Boeterbree en green cheese, wat boeter schuldt, is net wiet. De spiek is om de schrijven, het allerminste gek. Die mocht de fietser maaitje, dat was de juiste rek. En alle waaite keer had er losjes voor je keer. Wij schotten de boeter, boeter is zo goed, zo goed. Wij schotten de boeter, boeter is zo goed. Boeterbree en drieën het zies, wat boeter schorret, is net wies. Ik ken ze dit wel sinds, en dit is de laatste keer. Ben altijd bij het bokje, ik hoor het door de weer. Maar zie er maar zo'n flesje, dan weet ik wel wat geeft. Wij schotje de boeter, boeter is zo goed, zo goed. En green het is, wat dat net zo uit, is geen oprechte vrees. Ja, zo ging dat ondersteeds, jong. Ik ga meer weten dat zou boete maken werken. Wie dat ik verbinden? Nou, ik wil net dat het verbinden weer. Maar mogen bij de boeren waar hij dat moest net. Dat moest naar de fabriek. De meeste boeren in Vaduits geleden, hoor. Ja, jongen. En wat er hoort, weet het hier voor u. Meerdere mollen zonder vet. Wogen meer. Maar kregen de meesten door wieën en genoeg? Nou, dat hebben we meestal al wel wat te krijgen, hè. Want de meeste boeren die wisten nog sloepgestreken de controle wel te omzien. Wat dienen de boeren naar Paken? Nou, bij Gelies had er een deergeboren kjeltje geboren, hoor. Waar had het naar de neetslachter ging. En het lippenkje als hij dan achteruit houden. Zakarie die boeren koo, werd net één wat verweest. En dus ik net in de boeken stier. En die waren natuurlijk slachter. En dat mocht dan vanzelf ik net. Ach, alles mocht in die tijd van, als ze het maar net wisten. De wienboeren die meer illegale bargen die het nog legale. Wat ben dat, illegale bargen? Dat ben bargen die net in de boeken stier. De griefstouw dat net. Ik zie je me nog eens een fiets vertellen van mensen die zijn bargen kocht die in een slachtseizoen. Het wie in jongetje 44. Na de oorlog gaan we het pas te weten.
Dus het feest kan omgaan? Oh, mij hoor je. Maar de Eftendoor, die moet nog wel even op slot, denk ik. Ja, die vrouw. Ons hebben ze hier aan de tafel daar. Ja, daar zullen we net verkeerd tussen zitten. Maar men weet het nooit. Doe hem maar even op slot. Ja, ik zal hem even op slot laten. Zo, kom leer. Hé, hey, Hannes, was dan nou wel willen dat ik mij niet net noffelijk viel? Zullen wij het wat wan? Zullen wij het wat wan? Ja, dan moet er ik nog bij komen. Hallo, het slachten wordt in Efterhoes. Ik doof het huis in de broek van Bannes, hè? En het hek slacht mij in de keel. Oh, dan is er niet onder hoorn. Stel dat het hek net kloppen, dan wie is het. Ja, doof de kekker maar mooi. Als ze snappen, dan geven we wel een raar wat in, hè? Geleven, waar zullen u ze nou snappen? De verlierde sliep net. Ik ga naar het leerste dat ze de hele handel in de haven moeten staan. Ja, best wel helemaal idioot. Dat is een grauwe vette barg in de haven moeten. Ja. Hij kan dit maar alle waar kocht om nou voeten zo te moeten. Wij kunnen er nog wel een spiek genoeg van krijgen, hè? En dat zeggen ze, hier het maar net in. Verhongering doen wij toch net. Als je net zeuren en ik net bang wijzen. Dan komt je een greveltje lucht komen die verzuchtering hier. Ja, het zit wel zo wezen. Hak en def aan mij alle bij de slachter om nou in de haven te mieteren. Weet ik wel, het wie ik dreigde nog, maar die domlijn van Auken die. Nou ja, ik hier net oors. En het koelt toch best net onder wat strieën is rond. Verzels, de boer en de slachter die weer in de lang blij dat ze het hingen maar wat hingen. Nou, doe hij zelf zo dat ik hem goed inpak. Hè. Eerst een kleed door hinnen, des strieën hinnen en doe stront. Net een meisje maken hier in de gaten, dat er een knor knor op die jongen lijkt. Maar ze zullen liekwoord wel toch gaan. Wat maakt Johannes een mooi zo waai van stront en strieën? Of hij maar twakken in had. Dat hier Johannes het even goed oplost. Voor de tuin, ze vangen Johannes samen net. Ik moet tellen aan dat het goed bedacht weer. Daarvoor. Hast het wat snel zien? Ja. Nou, wat zo is het? Zullen we de waardig dan maar op hebben? Kom maar. Doe zo. Maar mooi met de tafel. Dan hak er rond. Heie, heie. Wat is zo'n ding zwier net? Hij moet in de veren leven. Hij moet in de veren. Zak in, gebeurt er niks. Hier hebben we de hele winter wel niet doen. Hij wil zich nog bijna een blind bewijzen. Kist ook zo'n baren of een maatje. Let dat maar aan mij, hoor. Slachter Jong had mij krekt uit lijn hoe ik het wel was. Zo, nou ja, het zal wel zo wezen. Oh ja, ik zal de pan nemen van even. Nee, de pan kan wel letten, maar eerst lekker snijden. Nou, het gaat om, hè? Ja. Het Lietse mes. Ja. Nee, als je, dan moest het arkje net herlezen. Dat is het wel heel erg hartstikke voor slaan en aanzien op. Nou ja, dat komt rechtstreeks voor. Oh, dat ding is daar stom als wat, man. Ja, hij is zo taai als hoe we hier. Hij is heel blij, ja. Het is er echt nog. Ja, vat zo. Wat moest er maar die heer? Ophengen die verzelf. Ophengen?
sterren. Nou ja, laat dat maar aan mij horen. Ik moet de zegen nog even hebben. Ja, dat is toch zo. Er is hier mijn echte door. Wat moet er met ook wat? Stiekem veranderen weten. Er is net een meisje die zijn zenken voor die verzuurstring. Wacht maar, ik zal wel even zeggen. Oh. Is alweer voet. Wij hier in de vierde. Een grote mes. Ik heb een krekte zegen, jongen. Ja, dat kun je wel wel zeggen, maar ik ben ook verlet van een grote mes. Ik zit dit moest aan de kant liggen van het sop. Grutemees? Ja, nog eens weer. Dit ding? Ja, doe maar, kom maar. Nee, die net. Huh? Een mes nog hebben. Een mes. Ja, dat kan nog. Oh, God, ik ben hier bij de vader, want er heeft het al de politie, want ik niet zeggen. Oh, hier nog niet zeggen. Doe, pak het arm op. Pak het arm op, kom. Oh. We brengen alles wel weg, kinderen. Oh, dit is. Voorzichtig, hè? Hij is hier. Oh. Ja, kom maar. Ik weet niet of het er is. Ik dwaal net. Ja, dan moet je hem raken, vertel even zelf, hè. Maar had het voort in de gaten. Zie maar wat er is. Zie maar dat we krijgen bij ons. Van Jochen, oeren. Oh, Johannes. Wat is er, oor? Wat is er? Het wordt niet zwart verdelen. Oh! Heerlijk. Nou, dan moet ik zelf maar. Gosse jongen, hoe kunnen wij nou weten dat je stoel je bent? Hoe dwars het er goed om deze tijd? Het is al lang spertijd. Johannes, dan moet even naar me heen. Ik ga een biatje op die. En daarom wil ik daar wat vreemd. Huh? Laat je wat, Johannes? Ja, aalsje. Nou ja, sliep je die wel vaker? Ja. Dat had ze wel vaker als ze haar lelijk maken. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Als je net lelijk op mij. Als je best al lelijk op mij? Gosse jongen, wegwezen. Ik kan hier op het stuit net. Ja, maar Johannes, ik zou daar wat vreden. Huh? Wat zou je nou haast te vreden? Dat vreden is dan mooi, maar dat zien we weer in zin komen, maar nou eruit. Aaltje, Aaltje, bijkomen, doe je, de kust is veilig. Aaltje, heer, kijk eens op. Wist je nog? Had de politie daar dan het mooi na? Dat zucht toch? En bovendien had je heel lang net een politie west. De politie? Ik heb al duidelijk hier bij de vader hoor, Jet. Borman Gos is hier onder door, maar een mooi sneed zien daar. Bekomt het alweer wat? Ja, dat geeft wel weer. He, ik waar in een zwaar. Ja, dat zeker. En daar kom ik. Ja. Maar wat maakt Gos hier? Oh, hij zoekt weer wat vrede. Oh, en wat moet hij dan vrede? Dat heb ik net al wachten. Ik ga hem de deur uitzetten. Nou,
Dat vind ik nou maar heel vies. Dan hier zo'n bratsje dat een vreemde kind heb je hier anders dat. Dan hier stond maar net van die stokkie die man. Nou, kom op, we hebben de waren voor hem. Ja. Kind wil winnen? Ja. Nou, kom maar. Nou, het ark maar weten, Park. Ja. Dank je wel, Sjeerde. Deutje. Gossen hier een peer op. Wacht maar, ja. Hij kan zeker uit de prins bij. Ik geloof dat zeer dat ze daar een heel soort van dat speelhamster hebben. Ja, misschien maakt ze het zelf, dat weet ik net. Nou, kom, we gaan verder. Het, moet nog iets op. Ja. Het liedje mes. Hey, ja. Het grote mes, Altje. Dat is mooi scherp. Ja. De zegen maar even. Ja. Ja. Heb je dat ook weer gehoord? Ik ben maar blij dat ik die baren kocht heb. Dan hadden de meesten hele winter vlees en vet. Oh, wat de meesten nou belip je, Maaier. Begin dan net wat als de zoden niet in zichzelf dan. Jan moet de zegen eerst nog maar even. Ja, teken om nou net een flauw voor, hè? Dat kan erbij horen. Kom op, waar rommel je alles op? Als je water is. Doe nou! Ja! Nou, schrik me net, het is gospel. Johanna, schrik net van mij. Maar hoe is het met je? Wist er wel wat opknapt? Ja, dat gaat wel weg. Alleen nog het duizelt me nog wel, want dan sta je er best. Zo, nou dat geef ik wel verroer. Toch stond net je alles. Ja, mooi stond je net al aan blauwe. Zo, nou dat hoeft ik net, hè? Maar nou ik niet eens krijgt zo'n schandaal vergeten, dat je tevreden. Ja, ik wil het niet eens vergeten. Dat was letter maar eens weg. Nee. Ik weet het er wel. Oorzaak drank. En Andrik? Nee, sjo. Ik wil Johannes vragen mij te helpen bij het barkslaagje, sjo. Ik ga een bark. De Ruud, wij kennen die hier op dit stuit net broeken. Daar is God van de door. Als ze dan op krek komen, maar snap wagen. Hoe zou het nou verder met die baren gaan wezen? Nou, die wil in Haveland komen, denk ik. Nou, hoe dat maar net, jongens, ze gaan een boel op in. Nou, ik ben toch maar blij dat haar neer de kom is. Dat ze nog leven. Ja, daar kan ik in komen. Dat ben een grote meisje die dat alleen van de oorlog net met mij mag gaan. Vaak bedoel de soldaten die sneuvelen binnen. Net alleen de soldaten, maar ook burgers die dan komen binnen. Nou, 50 jaar later, vraag ik me wel eens af, waar zou het nou eigenlijk verleend hebben? Ja, nou begrijp ik paken net, ja. Duitsland had het dus verleend. Het gaat net om het land vangen, maar het gaat om een meisje die dat land was. Meestal die blieren ze liegen volgen. Ik begrijp paken wel. 37 kruisen hier, tjerk, schaal je nou.
Correct, jongen. En dan nog al die oren, weet dan ik. Ik ken er geen touw met een vijsknaapje. Nou, zeg, ik zelf beziek je die uiterlijst. Een 14 dagen alleen, hè? Dan kan je toch thuis naar een vuchtpartij opstritten. Daar is het woensdagste. Je zou, hij is het nooit. Correct. Maar doe ik die stekende kleien en die schijn gezicht en die bulten en skram, zeg maar, het blauwe eerst. Hij had wel een wieke kreeg. Het had maar een paar jaar, wat zei je niet? Doe ik die chasseer, doe toch ik was hoe het nou alles verleend hebben. Hij, doe al je men. Ik ben het er een volgende dichter eens, die er saai of vreemdeling rest het vier van huis. Als grijpt in een enkel en eenvoudig kruis. Ik hoorde het gedreun tot diep in de nacht, van kisten bemand en met bommen bevracht. Dromen werden werkelijkheid, de luchtvloot mengde zich in de strijd. Het waren de helden, zij zetten de trend, aan het oog ontrokken, voor ons onbekend. Hun missie was de vrijheid der volken. Daardoor zijn wij vandaag in de wolken. I heard them coming by planes in the night. The sound of our dreams pounding along in their flight. Heroes we called them, beloved but unknown. We seldomly saw them. The night brought a drone. Van hen keerde nimmer terug. Zij hebben de afstand niet overbrugd en zijn hier uit de lucht gevallen. Wij gedenken met z'n allen hen, geborgen in onze grond. De held die hier zijn rustplaats vond. De vreemdeling, ver van eigen huis, met op zijn graf een simpel kruis. Zij gaven het hoogste voor ons plezier. Daarvoor wordt opnieuw de bevrijding gevierd. Many of them
did not make it home. I don't know their names, buried alone. Some of them rest now, here in our ground, in our yards somehow, destination they found. Voor ons hun leven gegeven. En allen die zijn achtergebleven, staarden voortaan naar de ledige plek. Wij werden vrij en opgewekt en eenmaal in het jaar te gedenken. Aandacht aan onze helden te schenken. Dat is toch niet te veel gevraagd. Is onze missie in één keer geslaagd? They gave their lives fighting at any cost, but their parents and wives, how much they have lost. If we honor those soldiers with conviction so tough, one day in a year only will ever be enough. O stranger, resting far from home, your grave marked with a cross or stone, for us you gave all you could get. We think of you always, we never forget. Ik wil jou net aan het drankje. Neem mij maar een fris drankje, mooi. Hoe zie je de mooie nou al een paar keer weer door bier en zo? Ja, jongen, alle weken dat ik bier. Maar drank en bier weer vrij lang te krijgen. Ik denk dat de meesten vrij wat hand kregen. Maar het zei wel duur, was dat denk? Nou, dat weet ik net. Net weer vries. Maar je neemt moest hem heerlijk gedaan krijgen. Want als de beer op had, dan wist het wat anders, hè? En zo ging het met de Duitsers ook. Maar ja, het koe verzeild ik, er wordt een kant slaan. Wie had eigenlijk een bom? Dat weet ik zo gelijk net meer. Mochten de Duitsers de sterke drankje wel? Oh jongens, ze wien kijk op een Genever. En ik op een bierlietsbols. Sa, hier is het al. Paken, 7-up. Dank u wel. Don cola. En wat heeft hij ook? Pina colada. Het nijste drankje en het smaakt het verrukkelijk. Met mij eens proeven. Ja, wist je? Nee, ik weet precies hoe dat gaat. Straks is alles op, heb ik niks meer. Oh. Nee. Komen ze de Duitsers die naar dronken maar pakken? Nou, dat baat ik mooi, dat neemt ik weer.
Want er weer vaak drank in spul, hè? En rieken hiel. Want ja, die hielden we hier genoeg in Makkum nog. Hier in Makkum weer een hiel riekerij en een conservenfabriek. Zo weet ik nou dat die midden van de oorlog. Was dat wel wat jij van die jongen? Ja, die illegale lijsten heeft hij goed bezorgd. En voor de rest geloof ik niet dat je het juiste weet. Hij had voor alle zekerheid je lijsten in zijn sokken en onder zijn voeten gedaan. Nou, dan was het dus maar weer een boodschap sturen voor de gekomsten van de ondergrondse. Het is maar beter hem boeten bepaalde zaken te houden. Nou, ik geloof vast en zeker dat hij wat in de gaten heeft. Zo. Had dat van de jongens nog redelijk in? Goed. Hier zit 5000 gulden in. De gerookte paling en je neven zitten in deze doos. Nou, u moet ook maar weer een moeilijk karweitje knappen vanavond in Leeuwarden bij de sigaretsdienst. Och, maar Rikke, Iel, Jelt en je neven kist heel wat bereiken bij jullie. Ik hoop je te meesten dat ik Harmen jongen maar even rondnemen kan. De instructies binnen hem bekend, hè? Absoluut. Ja, ze verdenken hem ervan dat hij er ik bij weer door die Duitse patrouille molesteren was en de wapens aannam was. Maar Harmen was er toch wel bij? Ja, dat weet ik wel. Maar dat hoef ik Harmen net te vertellen. Als Harmen nou maar vasthouden had dat er bij u zie. Nou ja, we zullen wel. Ik zal nog eerst even naar die visjesman daar. Nou, ja, met die sluimer in mij. Alsjeblieft. Johan, kom je even hier? Eerst was Sofie, werk we maar dat boodschap voor het steward. Ja jongen, ik heb weer een boodschap voor mevrouw. En het is voor ons heel erg belangrijk. Breng jij hem even naar mevrouw een piano? Nee. Nee? En waarom niet? Nou, sure. Dat ga ik bewaren van Feline Wieken. Doe maar eens te kijken, je vrouw een boodschap brengen. Houd jij Johan even aan de praat? Daar trap ik het werk, alsjeblieft. Johan, wacht even. Zeg. Weet jij, hè, dat hier meer dingen gebeuren dan paling roken en conserven in blikken? Nou, ik werk hier al een mooie skof, meneer, dat ik weet best gek wat je baat. Praat jij daar wel eens met anderen over of wordt jou wel eens wat gevraagd? Nou, dat wordt wel eens wat vreder, maar ik praat me hier over. Thuis ook niet? Nou, had ik eens hard zo vertellen wat ik hier al even aan het mooi maken, nou, dan maast ik je dadelijk zwaar. Heb ook even het laai dat ik hier nog lang werk. Vierstende gevaarlijk, zoals hard zitten. Ben je maar de prim? Momentje, Kees. Het is in orde zo, Johan. Ga maar weer aan je werk. Oh ja, moet ik helpen die Iel uit de prim naar de Bobbers de Zouden te brengen? Sinds, die weet ik meer als wij denken. Maar gelukkig is dat bij hem wel vertrouwd. Dat geloof ik ook wel. Maar we mogen een jongen van 15 jaar niet voor erg gevaarlijke klussen gebruiken. Nee. En wat je niet weet, kun je ook niet vertellen, hè? Dat weet ik wel mooi eens. Maar we lezen hier maar de print van de wal. Met de wapens? Het grootste pad van de wapendrap ik van vannacht laat je voor in de print. Naar de zouden tank? Ja. En Duitsers hebben we nog net, jongen. Zo. Nou, toch maar even een wacht uitzetten, hoor. Voor alle zekerheid, begrijp je? Het binnen deze keer al je hongerwapens. En ze zitten hier van die ronde containers. Ben wel mooie dingen. Helemaal geen onraad vannacht bij die dropping? Nee, meer. Maar zonder die Duitsers nou wie je net in de gaten had dat die Engelsen hier al je wapens deel smieten? Oh, ik zou het niet weten. Je zou ze natuurlijk kunnen vragen. Nou, dat zal ik bij gelegenheid nog eens doen. Je doet maar Kees, maar wel eerst die praam leeg, hè? Ja, klopt. Leer. Wacht, dan loop ik even met je mee. Oké, maar dan zullen we die wapens. Dus, maar dan moet alle wapens en munitie nog oppakt worden in zulke kisten. Ja.
wil je zo gauw mogelijk wij hebben. Die Duitse posten die komen mij hier wat te vaak de laatste dagen. Ja. Je moet weten dat in die bussen patronen zitten, inpakking zijn omhoog, dus ze kunnen wat uitsteken. Ja. Ze moeten deze keer naar de ondergrondse van Makkum, Balswit en Snits. Opraden? Opraden. Zie ze. Ze heeft bij de streek onnodig, heel bij ons liek. Oh ja? Ze moet naar mij nemen. Ja, gelukkig hier er wat rieke eel bij hem en hij kon die komen dan goed. Maar hoe is goed dat jullie hier nog zijn. Zeg, ik moet nog even met jullie praten. Ik vertrouw die nieuwe man uit Groningen niet, die Mulder bedoel ik. Die Sanne en de onderdokker uit Grijs? Ja. Nou, ik net. Hij schept mij altijd fiesta volop. Ja. En heb ik nog wat centen in de boezem. Hij komt mij via het raar roer, ik had hier geen les van. Huh? Maar is er volgens mij even meer? Jazeker. En alles in orde, maar ja toch, ik weet het niet. Laat je niet verleiden tot bepaalde uitspraken, hè. En wees voorlopig zeer voorzichtig, akkoord? Ja, goed. Oh ja, er wordt vanavond weer beoefend in de kelder hier beneden. Houden jullie het spul in de gaten? Ja, oké, natuurlijk. Maar weet je, ik had er ook Bergstra praat, hoor. Ja, wat de beste maat is, maar die verlangen. Die Duitse commandant hier op Oosterdijk. Ja, en dat die soepereine prins. Ja, men weet echt genoeg net vanzelf, maar... Ja, het is beroerd, zulke praat. Maar denk erom, laat niets los, hè. Je weet nooit waarmee je te doen hebt. Oké, okay, dat spul op zandrap compleet, hè. Oké. Okay. Mooi. Hoi. Bergstra Vishandel? Ja. Onbekend. Juist. Nee, ik zal het met mijn mensen bespreken. Nee, wij krijgen ook geen vlees meer, burgemeester. Nee, absoluut niet. En burgemeester? Geen gekke vent. Jammer dat je aan de verkeerde kant staat. Maar ja, dan was je ook geen burgemeester geworden. Gerke, kom je even hier en neem Andries ook even mee. Je bent wel Vlistra, is er nice? Dat zal wel mee naar zijn, want anders hoef je net te komen. De burgemeester heeft gebeld. Het eten van de gaarkeuken, daar gaat het over. Gerke, jongen, dat wist al maar net. He? Maar de eerste keer dat wij eten klaarmaken in de gaarkeuken, dat gingen we snel maken. Net te eten, we hebben hele soortje zijn verlaten. Oh, en nou kon die oude snel Else Dorn mooi snel hebben om het eten te produceren. Ja, nou, is zoveel maakte de burgemeester er niet van, hoor. Het ging over te veel zout. En te weinig vlees. We kennen wel wat van het gehakt rood was. Ja, mag ik jou een vraag stellen, Vlietstra? Nou, als het niet een te brutale vraag is, dan zal ik nog een antwoord op geven ook. Dat gehakt wat hier in de bussen treunt werd, wat is dat eigenlijk? Wit of zwart? Ja, dat is... Dat is clandestien. De keien die worden boeten het veeboekje om bij de boerenslachter. Inderdaad. En daarna gedistribueerd. Daar waar men geen bonnen heeft en het dus hard nodig is. Zoals de ondergrondse en de onderduikers. Maar even om op die gaarkeuken terug te komen, hè. Een beetje meer aandacht misschien, hè? Ja, ik zal je vertellen, vriend Mieke Havelaken, dat was zo mooi. Oude kont werd de proon, die zat een beetje meer zout. Mm. Nou, je bent net de krenter, nou. Ja. Wij smieten er een lading bij. Hij zei, dit is de volle een beetje minder. Ja. Maar die standpunt, hè, dat was altijd prima. Ja. Dat voelde zo, tegen. Zo, ja. Wat gaan we nou halen? Hien Jona meer. Nee, dat was het. Dus als het kan, een beetje meer aandacht, ja? Ja, kom klaar. Kom klaar. Zal ik bij mij, hè? Wat was dat nou? Verrek. Een Duitser in de fabriek. Ja, hij komt al. Dan kan ik staan. Wat zou Johannes nou weer uitgespookt hebben?
iets bijzonders te zien. Hé, hey, daar gaat die Duitse wacht. Wat was dat voor een kabaal? Och, nee, het is een maatje van een skatentongenslag. Nou, vertel het toch maar even. Nou, die in de Duitse wacht, die volgens bij mij in de fabriek komt. Steekt altijd bij mij een sigaret aan en dan houdt die sigaret bij mij onder de noos. En in je woonjaar is er net bij. Ik kreeg het laatst samen in de ochtend dat ik een conserveblik kreeg en een groot vol visgrond terug. Dat blik kwam zijn beren troffen sinds skeen in de veldmachine te steken. En die duwt ze er op de noos bij vanzelf. En in ieder geval grond de burger. Hij ziet er onder. En stjonken. Het weer grond van een week al wat. Die ja, net ja. Bij mij stond te spelen. Nee. Nou moet ik jou op je donder geven, zeker, hè? Nou, de eerstvolgende keer, hè, dan stuur ik jou weer naar Piaan met een briefje. Om je Hans aan te praten, hoor, zeker. Nou, dat kan ik zelf doen. Wil pakken, wel lopen. Nou, dat ga ik net begrepen ken. Heel dit zitten ze weg. Negen oorlog, hè. Maar wat doen ze? Nou, hartstikke lief, jongen. Als bij jou dat daar schuren, moet er vochten worden. En hoe de meesten maar goed dwars zitten en afslachtje. Dan krijg je die dier deze betekenis met nu voor de bijspraak. En die dag hier aan de macht te halen? Nee, om een betere vrouw te krijgen. Ja, dat ze ik heb al een Hitler en al die over. Maar wat is er van de landen komt? Nee. Ik begrijp wat het bedoelt, jongen. En de hart ik wel een beetje gelijk. Zolang het er wapens maken worden, dan zullen ze beroep worden. Maar de zonder ken ik net. Liekswols had deze betekenis toch wel degelijk zin. Ja, ik ben het wel mijn paard in je, hè? Ja, ik heb wel. Ik bedoel te zeggen, willen de meisje naar mijn wieren? Het liek het was, hij, jongen. Maar zullen we maar bij zonder blijven? Ik zou je maar nog wat vertellen van doe de stiek. Ja, dat liek het mij beter, toch? Ja, want van de hele politiek gaan we daar niet vertellen. Ik zou je maar nog vertellen van die meisje met die radio. Gewoon wel, je bent naar de distributieradio. Maar je tas daar al niet minder net mee, dat mocht niet. Op squallen hebben wij wel jet dat een broddenmeisje een taastel van Siedestad in. Ja, nou? Ja, en dan jetten ze naar Radio Oranje vanuit Engeland. Wilde Hendrik die hier zijn wijstap een radio kocht, hè? Want die moet naar Radio Oranje. Maar de stroom, he, dat weer het slimste. Hoe deed je dat aan? Oh jongen, er was van alles iets van om aan een beetje lucht en stroom te komen. Op een keer zoomen ze dan naar de radio jaren. Het wordt het landje. Nou wil ik de oorlijke Radio Oranje overwezen, jaren. Ja, nou, dat zag ze, ik wel. Maar blijf dan nou maar eerst of ze zullen samen komen. Ach, waarin een vlieg maar van die zo wat. Ja, maar dat is net weer zo. Dat is voorbij. Het zal mij benijden hoe dat in de cine jongen rint. Daar binnen zijn al vechtjes aan Dirk. Huh? Dirk zei ik dat ze Benghazi haast niet te pakken had. Dat ze vecht was een hele Duits komen bij je, denk. Wat is er maar die hele Duits komen hoort? Nou, dat ze Benghazi haast te pakken had, zei Dirk. Dat is net een Duitser. Dat is een stad in Afrika. Tje, ik zit je Michel letten. Een stad in Afrika. Tja. Ja. Tja, je bent hier wij, Makker, en daar ligt Benghazi. Belikt, kinder. Maar dan binnen zie ik achter zo'n vlakbij. Ja, op een kaart. Mijn werkelijkheid is een duizenden kilometers. Oh, nou dat is heel veel, jongen. En die gommerie en die kanderie dan. Dirk zei dat ze die rommel ik wil opereren zo'n... Nee, dat is Montgomery en McCarthy. Dat had juist de regels zijn. Oh. En rommel is op het bevel hebben van het Duitse collega daar. Oh. Slimmer, slag hoor, hart. Is toch ik al in een spaat klaar? Ja, hart zou dat volle beter weer. Ja, dat is ik zo, want er wordt naast goed trapen worden. En dat kan net in gewone kleren. Op die tender die gerecht is? Ja, op die tender. Dan wordt er een stroom aan maatje, begrijp je? Van de radio. Zijde. Ja, dat is hem, hè? Zullen we maar los, zusje? Radio Oranje begint zo. Nou, dan hoop ik maar dat de broek niet vallen is. De broek vallen? Ja. Oh, ik bedoel de plaat toebroek in Afrika. Oh. Nou jongen, dat zou ik echt te broek, dat wat kan maar dat is kelen. Nou, het zal mijn tijd lang. Mij ik? Ja. En zo wat?
kennen meer. Ja, dat is ook nog maar van Abreu aan de TV. Aanspraak dat hele dan weet niet meer komen. Het oh, met een paar beren die trappen zetten. Ben van een gewoon mensen niet in de route te krijgen. Ja, wees wel. Zijn we het volle met kracht zetten, hè? En heb je de koeste ding alleen nog niet in de route krijgen? Ja, alleen. Als toch nog wat meer kracht hier is. Ja, 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 ik weet het. In het begin gaat het wat zwier. Maar hoe meer gong we hem krijgen, hoe lichter het weer. Sorry, Dirk. Oh. Maar zij is een vaakje, hè? Daar moet je nog wel wat rekening mee houden. Ja, wat Jim van wil is mijn boek, maar ik kom net weer op dat ding. Nou, dan moet Thomas luisteren en dan zal ik het trapen. Ja. Maar zullen dan net precies wat ze zijn? Maar dan moet die spanbroek jou even doen aan zelf. Minus, ik was het hard niet eens. Ja, maar ik heb dan net in deze klingen hard fietsen, hoor. Kom dan maar mooi hard, waar reed dat zelf? Die man zit er zo vol van hem. Ja, hij is wel op de vrije dracht, lik als wij. Ik denk dat er meer op zijn pruimke zit, Ratsie. Want wij er nou op komen, weet ik net, maar... Het stond hem dan een moe luid, vind ik. Eigen teeltje. Net als mij, het is... Even luister hier dan. Als wij ja roepen, hè, dan moest ook deze knap omdraaien, zei Dirk. Steren wij de expertief op? Ja. Hoe vind je zo? Ja, ik denk dat het beroep volgend is. Ja. Nou, hier maar weg. Het zei mij niet dan. Ja! Ik ken niet. Je hebt maar de hele kraai, want wij jij het niet, hè? Maar we hebben meer tussen je maar nou. Nou, zo vaak hebben wij het voor. Oh, je bent hem eens neer, jong tussen. Naar de jeugd zoeks, of hoe je het zoeks. Wij moesten om 8 uur in de oer zwerven. Om 8 uur al? Van een paar keer naar de mijn? Nee, van de Duitsers. Na 8 uur mocht er net hier meer op stritten. Sperting. Nou, wat zullen die maken om toen stil te zijn? Nou begint het leven pas om, nou, jou wat over? Ja, maar zou ik ook wat over de steeds van je. Doen ze me er ik net mee bij. Maar dat wil je eigen leren doen. Wat mocht er nou wel? Nou, bijeenkomsten, en vergaderingen. Oh ja, dat moet ik je met nog even vertellen. Daar komt vaker wel het mooiste in zin tegen. Ja, ja. Op die bruloffen, hè. Daar zongen daar vaak een man en een vrouw. Om het wat gezellig te maken. En die hadden voor zo'n mooie fiets, maar dat doet ze niet wel. Nou, dat moet ik wel even zeggen, zelf. Nou, het feestje dat ze daar zongen, jongen, dat weer zo anti-Duits en zo stokerig, dat de zeel die ziet vaak in toezendnoeden, bang dat het bedroelde die heren zoeken. Ik weet het er vrij nog. Ja, want één keer is makkelijk bij vrij. Geduld en dan is het zo fijn. Dan komen
Ja, want nu komt de grap. Die meisjes die moesten vanzelf de freske direct zoeken, maar die duitjes konden zelf niet vliegen. Nee. En dus moesten ze dat freske direct zoeken, hè? Maar ze hadden de tekst wat verloren. En hoe? Maar in hoeren wien ze met thuis om een Duitse weerwachtauto. Het refrein ging zo. Vijf zijn een protoderen moest rekenen. Ja. Je moest aanzien op manier ik nog wat boeter maatje, hè? Het is haast op. Zo. Ik heb van de midden ik even bij Saakje geweest. Zo. Jongen, zul mooi te visken op het water, zei je. Zo.
Er waren vanmiddag ik Duitsers in het dorp. Zo. Zo'n serie ziekje of zo? Zo. Hoe zit vers een brokkenmeis in die kranten? Zo. Jelle! Wat te ver! Ik zei, er zit vers een brokkenmeis in die kranten, net? Oh, ik weet het of het nijs is, je. Je hebt het maar van één kant. Maar als ze nou verliezen, als winnen, het is altijd neffens plan. Dat is wel aardig. Geert alles in de krant over die oorlog? Nee, alles dat. Zo hier een Kees van Santen, is trouwens met Annie Kuipers. Kees van Santen? Kennen wij die dan? Ik net. Nou, verder neem ze hem dan. Nou, dan moest toch eens wat oors nijs, hier een oorlog nijs. Ja. De hartstikke tjustering, wat komt er tegen die nou? Dat komt er hier bij dat boekje door wijzen. Ik moet even zien. Nee, net dan, hè? Want de Duitsers binnen zitten ze op het lucht. Net dan. Toch, ja. Het is krek of jij dat wordt, hè? Toen. Tot het nog net. Nou, ik chilleer en ik jij leer. Zeker in beelding West. Gelukkig. Haste, dan wat koffie? Ja, een heerlijk handenvol. Nou, jammer dan maar wat. Nou, jij rekent ik. Stil er eens. Ik moet toch wel even boeten doorzien. Nee, man. Wist me gevaarlijk. Wist me. Ze zitten je voet naar de heer. Nee, jongen, doe je ze binnen bij de boeten door. Nou, Owe, kom maar weiter. Wij zijn nog net op bed. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Godskes, waar is dat? Ja, waar het is, weet ik net. Maar geef of, dat weet ik wel. Oh. Piloot? Yes. You are friends? Wat zijn het? Nou, als toch friend bent, loop. Friend? Ja. Wat bedoelt het? Nou, net friend. Kameraad. Aha, comrade. Thank you very much. Toen je kist door dat een mooi praat, had je het doorgaans meer leren zijn. Ik dacht het in de broek van Magnus Jelle. Een Engelse piloot. Wat moeten we nou? Zoek hem ik koffie aan, motten? Koffie? Yes, I like it. Thank you very much. Dat versteer ik wel. Dat moet je danken wel. Zitten! Oh nee. Dat is goed. Zitten. No thanks. Still closed. Hij zou het wet danken wel. Zit Minke. Het zit toch in tanken weg. Wat zou zien benzine op weg of zo? Hoe kost hij nou bij? Kost het er hier maar de auto weer? Volendel? No thanks. I would like to have civil clothes. It's very dangerous now. Zal ik het eens zeggen? Hij wil dat uniform moeten en gewone kleren dragen. Dit jakker? Yes, shirt jacket. Een trousers, pantaloon. Ja. Hij had het door een pantaloon. Heb ik ook een klein van achter de winkel? Ja, dat ken ik. Die is smart en vies. Smoets. Oh nee, ik weet het niet. Smarig, vies. Door. Wist wat? Ik haal je allebei. Dan kun je kiezen. Ja, goed. Mijn wife zal het take. Dan ga ik daar eerst maar zitten. Yes, I do. Koffie? Yes. Thank you very much. Smaakt het? Koeken. Of dit? Oh, this is very nice. Thank you very much. I will go change. Thank you very much. I will go change. Thank you. Thank you very much. Waar gaat er heen? Wat voor ik versteer er niks van, hè. Doe ik dat? Maar
Maar zal ik eens even zien wat er is? Nee, ik versteen het net, maar ik begrijp het wel. Hij doet het uniform uit en hij doet de gewone kleren aan. Snap je dat nou niet? Ja, dat was gelijk. Ja. Meeske, wat kist die maf goed versteen. Nou ja, begrijp het dan, hè? Maar hoe nog verder? Zou die hier ik sliepen moeten? En mogen de ondergroen ik op hecht te brengen? Ik ga net jij dat je zorgen ze pas een vriend uit welkomen is. Doe? Ik heb het. En nou je, wat kind schelen? We hebben een Engelse piloot in de hoes. Ja, maar zo'n die Duitsers om hem zorgd haar. Ik zei toch dat de Duitsers in het waren wie van de middag. Ja, dat is best mogelijk. En nou je, hier komen ze net zo nog niet de reek. Zo niet? Nee, dat denk ik net. Dan kies je gerust, ga maar rustig zitten, doe maar. En drink je koffie nou maar op, want die moest die net zo zenuwachtig worden. Ja, nou ja. Doe maar. Dat komt al even goed, je. Nou, zet de prim maar op. Ah, daar hebben we John alweer. You know my Christian name, splendid. With his uniform and with the gun. Away, down. Hij had het wel in zijn uniform. Ja, dat moet vanzelf voort. Onder de keukenvlier, terug het loop, onder de water. Je uniform, voet. Yes. Yes, yes, directly, please. Dat budget direct, Minke. Ja. Dat verstaat wel. Ja, wij verstaan al een beetje Engels, hè? Yes, yes, be quickly, make haste. Dat budget maken haast. Ja. Ik ben al voet. Sure, neem dit ik even. Oh ja. Zitten en koffie. You eat it? No, no, I like to have coffee. Thank you very much. Zo, dat vinden ze neer, of brengen ze heel hoe ze komen. Sinds Minke, hast al een week vrede altijd je sliepen, moet? Oh, godskes, nee. Tot ook dat even ook kiest Engels. Sleep here? Oh, I understand. To sleep here. Yes, I like it. But are there no German soldiers here? Wat soort er? Niet verstaan. German is Duits in het Engels. Soldiers is soldaten. Hij wil vanzelf weten als je dit Duitse soldaten binnen. No. Ja, het is weer dat slow soldiers hier in dorp. Rode verder. Thanks very much, thanks. Oh, ja, eens kom maar bitte. Een moment, ik moest weer aankleiden. Wat moet hij binnen? Dat is nog niet. Oh nee, dat ken je even wel. Doe nou! Haartje jou! Ik vind het beslissen! Ja, is komen! Is komen, ik moet eerst die broek en die sokken aanhalen! Dus kan niet haksen! Onder de tafel! Onder de tafel! Hier is de Engelse piloot. Wat? Ik piloot? Nou, ik ben bouwer, geen piloot. Man had ons gezegd, hier zou een Engelsman zijn. Ja, mijn vrouw is zwier voor een kind. Ach zo, ik versteer. Nog in deze malte. Ja, dat was een ongelukje. Van wem is dat strikentop dan? Oh, dat is van mijn broeder. Die woont hier in de top. Wens hij bij die kerk links afgaan en die tweede straat. Ja, zo goed. Nou, hond? Garisch, ik geloof bij hier alles roos. Also, hier is geen Engelse vliegtuig. Want oud is gewezen. Nee, die moesten we niet. Wir van allemaal bommel op hier heimat. Vier doden, niks goed. Nou ja, goed. Geen spiet.
Wat ze hebben ontkomen. Bommen praten we los. Vrede van ieder overlaatzaak. Ja, jongen, alles weer doen mogelijk. Wij moesten ook alles kopen en ten inleveren. Waarom ben je dan ik kanonnen van maken? Dat weet ik net. Maar de meesten hebben ze zelf niet inleveren. Had vaak ik niet inleveren. Nee, we hebben nooit begroeven in de tuin. Nou, hier in die klokken dan ik net in de tuin begroeven werken. Oh nee, je tuiten. Even hier de vis, de grut en de zwier. Oh ja, ja, dat is weer. Ja, en die Duitsers wisten vanzelfs, ik wil dat ze me toe gaan. Nou, je misten ze wel, denk ik. Ja, ze jaren bij het dorp en vooral doen ze iets. Ach, alles rent vanke. En dan ben je wel slimmere dingen, Bart. Wat wie nou het allerslimste pakken? Ja, dat moet ik wel even zo nooit denken. Want er is rondom zoveel verschrikkelijk, Bart. Ja, jullie maken bedoelen we. Oh, jullie maken. Nou, Ben. Wat er 10 dagen voor de bevrijding, zo'n april, nu wordt je 44 bad is in maken, dat vindt Paak het allerslimste. Doe binnen de saaie jonge meesken voor het verzet de eerstketting worden. Alle die maken met spaken? Nee, er wie maar hier maken erbij. Maar die horen die in die regels Sanskoot omslaan, dat het anders ik al maken is binnen. Het dorp heeft een hieldskoop nederhand om dat te verwerken.
Meester had in een feest geleden dat de erf sloeg. Het begon zo. Waaien de hel, de holle van de hel. De klok van het toe sloeg krekshuis. Kamen haar middels die posten ze taal.
vaak, Unie Sijs. En ik aan al die oren. Waarvan men naar zoiets, hij kwam net weer thuis. Een eerbetoon brengen wij je nou naar voren. Al leidt hij nou onder graafsteen of kruis. En ze vlak voor de bevrijding. Ja, en hou je van de ondergrondse? De ondergrondse? Dat wie in de dag de verzetsmeesken niet neer van het lach kwam? Nou, nee. Maar ja, was dan in Bogelen verzet. Krijgt hetzelfde als dit die Ira in Iran en de ETA in Spanje. Die waren niks achter in je vangtreunen. Ja, de Ira en de ETA. Ja, dat wie in de dag misdierige groepen. Op mem die had laatst nog staan dat hij tegen een wettelijke zag opkwam en onschuldige meisjes deermaken. Zoals die de ondergrondse net wil pakken? Ja en nee. Zeg wat het nedig weer. Oh, dus al. Ja, hoe moet ik die dat nou uitlezen? Het is maar trek van elke kant waar we zullen. Voor het Duitsers wie het van, maar voor u is net. Ze kwamen in het verzet in de oerheersker. Net in wettelijke zag. Ze bezochten de bezetters zo volle mogelijk lijst en skeerde bezwaring. Meestal als onderdoeken en dan onder Noor en Amma. Wie in die evacuees dan ik al hier verzets meisje? Nee, evacuees die meisje die net lang in de Wempel en Blomen mocht, als niet meer in de wagen. Ja, jongen. In verband met oorlogshandelingen, ja. In het laatst kregen we hier ook nog wel wat evacuees in maken. Er wordt dan wel resigned. Dat er meer vreemdvolk in maken wie je eigen. Sam Brotten, bij wie niet al je... Nou, bij elke in dit maar een plakje hier. Het wie net altijd liggen makkelijk, hè. Dat oude mensen die maken Nederlands praten moesten. Wat ze haar hier al hebben nog met die en die. Dat kon ze toch wel eens leven, Dirk. Er stopt een vreemde auto, ja. Twee jonge mensen stappen eruit. Ja, dat kan net missen. Maar ze maar even te meter rennen, Murk. Ik het net. Ze vinden zonder mij dat door ik wel. Het lijkt je wel heerlijk reze mensen te wezen, ja, zat te zien. Dan mast wat rustig blijven, Dirkje. Ja, doe haast makkelijk praten, Murk. Maar ik ga die mensen nog niet eerder zien, ja? Ja, nou je. Ik kom me ziek net. En zij u ziek net. Geen er dan ik even hinder, Murk? Geen dan er nou maar hinder, dan best die zenuwen ik kwijt. Jullie mogen wel verder komen hoor, want jullie zullen wel al helemaal verreisd wezen. Nee, dus kom maar hier wel aanhouden hoor, want wij zijn ook maar heel eenvoudige lullen hoor. Wat zei u? Ik zou wel Dirkje. Die meisje versteer ik je Friesje. Dat was Hollandje praten. Jullie mogen wel verder komen hoor.
Jimmy zal het wel goed aan het eind wezen. Ja, wij verstaan het niet allemaal. Ik zal wel weg. Kom maar verder. Daar moet ik meer bij zijn te wonen. Dat verstaan ze zadel. Ja, ik verstond u maar half en half hoor, mevrouw. Maar zullen wij ons eerst eens even voorstellen? Ik ben Koos Buurman. Dat is mijn Toosje. Toosje? Ja. Ik ben Deukje. En dat is mijn man, Murk. Dat heet waar maakt niet. Wat zegt u? Ja. Ik kan het echt niet volgen. Oh, dat haal ik 44 jaar al het kind, hè? Nou, val maar even neer. Maar even zitten. Ja. Ja, dank u, dank u. We hebben al een hele reis achter de rug, begrijpt u? Wie het... Wel een nieuwsgierige reis? Of het wat was? Ik zou Jimmy eerst maar even een lekker bakje echte koffie halen, hè? Ja. Echte koffie? Heeft u dan nog echte koffie? Ja, dat zie ik er wel voor uitzien. Ja, ik... Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar zijn jullie al gepaard? Pardon? Gepaard? Wat bedoelt u? Nou, ja, sjoeg. Ik wil geen gesloten lijn. Zolder hebben wij een hakje afgeschoten voor Jimmy. Ja, het spijt me heel erg hoor, maar ik begrijp niet wat u nou eigenlijk bedoelt hoor. Nou, ik bedoel... zijn jullie al man en wief? Oh, u bedoelt of wij getrouwd zijn? Ja hoor, al meer dan 2 jaar. Gelukkig. Ja, zie je, anders had zij met mijn vrouw in de bed tegen moeder. En wij te garen naar boven, zie je? Hier is koffie. Alsjeblieft. Dank u wel. Hast u haar nog zijn dat we gewoon mij met elkaar moeten maken? Middels, in verband met de brand, you know? Nee, dat is ik, ja. Nou, zien, het is voor ons een heel gepuizel om de eindjes aan elkaar te knopen. En daarom eten wij smiddags te garen. Ja, ik versta u niet helemaal, maar ik begrijp dat we smiddags allemaal tegelijk moeten eten. Ja. Nou, u zegt het maar hoor, we schikken ons helemaal naar jullie. Nou, daar zal Murk je me nou even naar boven brengen, hè? Dan kan je me de boel maar even uitstallen, hè? Nou, deze kant om het helpen. Ik versta jullie nog niet helemaal, hoor. Maar met uw man zal ik best op kunnen schieten. En ik vind u nu al een lief vrouwtje. Wat een aardig.
aardige jong kerel. Hij vindt mij lief. Dat had Merk nou nog neertje mis. Nou, dit hebben we wel aardig getroffen, hè, hoor. Ja, dat wil ik wel, hè. Wist je wat hij zei? Huh? Hij zei dat er nou al van die houdt. Hoe komt er erbij? Hij vindt hij een gewoon aardig oud meisje. Krijg liek als ik haar ik een kreeg jong vrouwensje vind. Een mooi jong ding. Ach, heer, weet zo'n oude de bok ik al net wat zien. Dan mag ik me mijn jongens minder behelpen. Het is maar goed dat ze dat net verstaan kunnen. Verstaan net, maar begrijpen wel. Ja. Nou, ik zal eerst even naar mijn hensjes. Murk, jongens, staan we stond in net. Hoe is het verder al pakken? Had je al een meisje nou Nederlands leren of je wordt wat Fries? Nou, dat weet ik niet. Maar na een paar dagen begrijpen ze me voor heel goed. Er zijn altijd van een heel Fries gebeurd te zitten, had denk. Nou, een taal is vlug, hè? Als er alle dagen maar te dwaan hast. Krek van ze. Jongen, wat worden wij niet verstandig, nee. Ja, wat gaat gelijk. We kregen hier die kleine stongen ik nog wat van die Joodse bijen uit Amsterdam. Nou, en in een zucht en een skeekkoest, net mee heren dat het je vriezen neemt. Wat maakt die Joodse bijen hier dan? Nou, onderdoeken vanzelfs. Door waren ze in de kamp trouwd, om verslinderd maar net te praten. Nou, daar snap ik nog geen mythe van, hè? Dat ga je hem daar op school houden. Hoeveel ben je aan het oormaken geworden? Ja, verschrikkelijk, jongen. Begrijp nou waarom die meisjes onderdoeken moesten. En dat baden vaak met groot gevaar voor eigen leven. Ik begrijp net dat die Duitsers dat zien komen. Zij waren toch niet als wij? Ja, wij zien geen verschil. Maar de Duitsers die zien dat wel. We gaan alles wat jij op school zagen. Daar komt mij liefst wel wat oorzien zien. Oh ja. Ja, weet je nou wel dat er jet iets bij de dikwijls een regele pijl stier aan de zeekant? Ja, van alle foto's. Nou jongen, die pijl die hebben wij er in de oorlog alle jaren hebben opgehaald. Dat is letterlijk nog een vestje maken. Het pijlenvestje nou? Ja, dat zong mijn ik altijd. Op mijn de liet pop in de sleep witte. Zo krijgen we brooien in de hoes, maar pijlen bij de roes. Stellen stelt de broeders op.
Want er wien genoeg, niet meer te meesten. Maar is Beppe dan niet mooi? Ja, één keer. En dan is ze zo raar bij zijn diekdel roepen, jong, dat ze haar neer van mij was. Hoe kan dat zo? Nou, het wien van zijn neer een nacht. En toen is Beppe mogelijk uitgeleend. Als ze wien hadden bij de pijl, dan zat de bedoeling weer. Ah, dat is stikken gelukkig. Sinds Pagen ziet de gemeente heel al krap in de zin, lijkt het nou? Nou, krap. Maar Royaal weet het net, hè. Die gaarkeuken, die hier nog wat kosten. Daar het eten helle werk hoor, als men zelf net ben. Ja, een soort van centrale keuken. Daar komen we dan een ware nieuwkeepje. Daar wil ik even praten om een landvolk bloed van maken, denk. Dat weet ik net. Had het spul maar beter te eten was weer. De stamppot, dat wie meestal wel lekker. Dus het weer net lekker genoeg. Wij gaan al weg gaarkeuken, dus, hè? Oh. Eten nu te morgen, ja. Daar ga je frikandellen en kroketten en gehaktbollen en meer van het spul. Nou, ik hoef dat spul net, hè. Maar het zou leven lekkerder moest hebben als dokters die in de gaarkeuken. Ze houden niet een klant meer over, joh. Nou, dan is de brood maar voor opdoet. In Holland heb je dingen als dat aan het laatst af is, nou? Ja, jongen, maar de bier was het niet meer. Tulpen, bieten, bronnetels. Ja, alles is er voor lief. Op oude fietsen. Karren en alles wat me rieden hoe gingen ze de boeren op om eten te helpen. Ik al hier van Holland naar Friesland ook? Oh ja, van ze bij Proten. Hier weer dus nog wel genoeg. Nou, genoeg. Het woe hier ik wel op, hè. Maar even de raamstijd wie het hier verzeld wilde. Het weer spieten dat er goed wien die de honger van een oor de reswaartjes lang woonden. Nou, dat is gemeen. Profiteer van een oor zijn ellende. Maar het badde, en meer is er straks, hè. Het waren vaak dat de vrouwen om wieten vregen bij de boer, dat ze de jaren kregen. Volk! In jouw bladje vrouw? Ik kom uit de stad en wil graag wat eten kiepen. Ik ga vast niet meer en de winter is nog lang. Ja, dat zullen we wat afvallen, denk. Ik wil het wel goed betalen, hè. Ik hoor het weer net vergees. Het spiet mij aan jou, maar jou mag het verderop nog maar eens even zien. Joris, dat krijg ik hetzelfde. Hier kan ze maken dan. Hier komen de huizen al zo vol. En ik lever je al te min mogelijk op de fabriek. En als ik een boerder krijg, dan betaal je het ook net. Jou mag dan een verdertje. Maar toch, het weer net het wilde boer. En ik dacht dat ik net alleen nog van mijzelf. Betekent dat wel? Ik ga een huishouding dat ik verzwaren wil. Dat zou wel te leiden. Maar wat kan ik net voor alles in hier zwaaien? Hey, Sietke! Dat lijkt me gewoon heel goed zien maken. Hoe is het, Franke? Nou, aan mij is het best. Dus met daar ik. Ben je toch nog altijd daar in of bij Amsterdam? Hoe is het bij je met mij, Tieten? Sietske, ik weet dat er een prot op mijn midden die net weten wat je daar eens op tafel zetten, maten. Dat ook is wel een stofje fruit, zeg ik wel. Ja, dat wel. Maar ik wist er stadig hoe alle onderkleren van die man al kwiet. Onderkleren kwiet? Nou, ik voor eten. Geert dat zo? Ik dacht al, waarom kan ik niet krijgen? Ik ga pongen voor jou bij mij. Bij geld is bij een protte niet meer krijgen.
Raal je en nog eens raal je. Dat krijg ik nou ik in de gaten. Nou, dan werd het maar mij neer. Ik ga neer te raaien. Nou, toen had toch zijn ring op. Goud? Toen nou, dat zou mijn man het goed vinden. Wij zijn ze beide lang kwijt. Mijn man zei, in het graf gaan we de dos niet doen. Nou, en dat kettentje, is dat ik goud? Ja, dat hing ik al, maar dat kettentje net vanzelf. Nou, dat had een jonker mij, sis maar. Net in je zocht dat dat geen goud is. Jouw ze beide maar eens op, dan zit eens wat sjenlitten. Toen nou, dat wil ik eerst met mijn man bepraten. Ik neem hem nogal wat. Dan net, je, maar dan bloot die tas voor die wel leeg. Ja, ik denk het ik, ja. Nou. Mag ik je helpen? Hier haast het spul. Dit wil ik wel eens mijn maatje. Mooi waren is die, nou? Hitske, dat is toch het doorste? Nee, die door. Ik maat. Meisje, ik ga neer weer. Dat dacht ik wel. Maar maak je hier eens in. Ik dacht dat dit wel wat van jou hier. Maar als je niet meer haalt, dan geef je wel een doofje. Het Shannon-spel. Wat maak je vakken? 10 pond droog spek, 5 pond boter, 10 kilo weet, 3 flessen koolziet en 4 liter malken. Gewoon, meisje. Dat is 14 te vallen. 10 pond spek en 10 kilo weet. Ben je dat? Je hebt mij voor je nou. Dit is nog al het goud. Ik vind het wel een hele prot. Het hoeft niet, je. Maar die won door verder. Nee, nee, wacht eens. Jan vregen, nee, maar... Net meer al wat in je boer? Ja of nee? Het is al wat goud, zeg je. Wat wil dat zeggen? Dat er al heel geen oren metalen terug in zitten. Het is 100 karaat. Zo. Nou ja, ik zal het spul halen. Wat was nou? Haast de boer net horen zien? Want nog maar een knoopje los. Dat scheelt je aasen een protte wil. Ik leer je hoort niet wat ze protten. Zo, dan zullen we het nou allemaal gaan. En die draaifles voor olie. Dat niet als spoor vangen. Ja, het is Pieter dat het zo'n steentje zou worden, jongens. Als men zocht hoe de nou maar dit nam smieten wordt, wij weten om ons eens net eens meer wat wij eten willen en zullen. En dan te bedenken dat het doel, meesken en bijen, storen van de honger. Nou, nou en wat baat er dan nou? Wat baat er in verscheiden Afrikaanse landen?
is dat vrienden hier net zien dat de tv-demonstratie geweest om heel bij elkaar te scharen dat ik net hier land van honger is verder. Nou, dat baat in jongetje 94. Dat had gelijk, jongen. Het is verschrikkelijk. Maar waar jou de oplossing? En wat is de oplossing? Ik had het jaren zijn. Macht oer nou. Oer nou wat. Ze weten maar de boeren eigenlijk. Er wat ironisch moeten zijn dat er maar twee soorten boeren binnen. Minnen en striemennen. Maar gelukkig vind ik nog een al goede boeren, ja? Maar die wennen vanzelf net in Makkum. Ik moet omdraaien. In Makkum en omkrieken wennen alleen maar goede boeren. Ja, dat zeg maar. Ik wil wel minder goede boeren zien en goede. Nou, laten we dat dan maar afhouden. Maar die goede boeren zijn vanzelf wel samen uitverkocht. Je denkt om wel ze niet in. Ja, meestal wel. Maar dan moest al hartstikke aan aan die oorlog komen, hè. De namen er in Holland, dat weet verschrikkelijk. De honger bent er op Paken? Maar Paken die gaan net echt honger gaan, hoor. Nee, hè. Pas na de bevrijding hebben wij een liefst beetje van honger viel. Na de bevrijding? Hoe kan dat zijn? Nou, wij mochten 3 dagen de door natuurlijk. Dat de jongen die net een volle flarry in hun hoes hier, die kwamen wel wat krap te zitten. Ja, ze kon vanzelf net even om jachtskippen gaan. En die fysieke die weet ik dan net. Nee, te wezen buurtvolk net. Maar het eerste eten kregen we net uit die oor, hè. De Duitsers hier mooi wat achterlitten. Dat weer gauw voort. Mocht ze het wel? Nee, wat er dan oor weer, dat moest je weer ombrengen. Maar je snapt wel dat ze ons net volgen weer. 3 dagen heb Paken die dus in oorlog zitten. Ja. Nou, dat zoek ze aan het op, dat nooit kennen. 3 dagen nog hier. Daar ga je aan, niet wel weer een goeie Paken. Nee, we moesten even stil weten. Ik ga het al. 3 dagen nog hier, haal ze van Makkum steen. Is weer geen moe.
maken me vrij. Ja, jongen. Na 4 uur oorlog zingen we er wel uit. Wat hebben wij doen feest maken? Vertel eens, Spijker, kom, dan doe het iets. Nou, dat doe ik letter wel, er zit. Ho, hier moet er nederig naar huis, jongen. Zullen we zo'n letter dat al eens? Hé, Paak, doe nou. Laat de mensen de das nee, ik wil geen spul maar je met mij. Kom maar, naar huis. Nou, Ron, wij zijn te betiend, hè? Kom maar. Hier is eigenlijk weinig meer aan toe te voegen. Ik wil toch even beginnen met de spelers te bedanken. En ik wil graag de commissie vragen om de bloemen. U hebt al een applaus gegeven voor de speelsters en de spelers. Die krijgen nu de bloemen. Ruud Tanier.
Anja Visser. Bram Dijkstra. Reinhard de Maan. Orne Oosterveld. Anne Ouwe. Simon Adema. Simon Jacob. Chris Jansen. En de drie meisjes, Helen Rinia en Marianne de Boer. En dan krijgen we hier het zangkoor. Johannes Lenters. Ja. Ik heb nooit gezongen, maar wel toneel gespeeld. Ziet ze. Drie vrouwen. Kees Kooistra, Henk de Hoog. Liske Boonstra. Henk de Hoog, Liske Boonstra. Met zijn spruit. Marianne van der Hoog. En dan. Boitske Hoekstra. Baken. Koerjan. En Boskoer. Willy. Dames en heren, we hebben nog een paar namen op papier. Dat zijn de commissieleden. Watse Roorda. Mattie Kerkstra. Wieke Kerkstra. En Bert Stellenberg. Onder leiding van Klaas Groeneveld. Het licht en geluid was vanavond perfect. Het was van V-Sound uit Lemmer. De muziek stond onder leiding van de heer Bert Rijns. En de regie was in handen van Warren van der Veen en Kars Pieter. Dames en heren, bedankt voor uw aanwezigheid. Het was een volle bak vanavond, ongeveer 800 man. Dat doet ons goed, dat doet de spelers goed, dat hebben ze verdiend. Hartelijk dank en wel thuis.